Like deze video als jij ziet hoeveel Freddy's er in beeld staan. Ik denk dat veel mensen het niet zien, want in eerste instantie zeg je misschien... ik laat het aan jullie over. Welkom bij deze nieuwe video en welkom bij deze Five Nights at Freddy's Hobby. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan er wat leuks van maken en wow... Oké, ik dacht dat we een soort van zouden worden opgegeten door Freddy. Oh, niet helemaal, zeg maar. We gingen via zijn buik naar binnen, niet via zijn mond. In ieder geval, er staat dat maar 10% van de mensen die deze hobby spelen het ook daadwerkelijk halen. 10%? Dat is niet veel. Dat is weinig, zeg maar. Of nou, dat is niet per se weinig. 10% is niet weinig, maar het is wel zo dat het dus schijnbaar heel erg lastig is. In ieder geval... Dit hier is Toy Freddy, Toy Mangle, Toy Chica en Phantom Freddy. Ik ben heel erg benieuwd waar deze hobby ons toe gaat leiden. En nee! Een meer... Is dat een portal? No way. Oké, wat gebeurt er als we zometeen die portal nemen richting de Foxy, de Pirate Fox? Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het eerst... Ah, come on! Meestal is het eerst links, right? Is het eerst rechts? Nee. Seriously, het is eerst midden. Dat is meestal niet zo. Oké, dus het is midden. Dan is het links. Ik heb zo'n idee dat het niet links is na midden. Er staat ook elke keer in beeld. Wil je de stage overslaan? Nee, ik wil de stage niet overslaan. Het leek mij op een of andere manier logisch dat zeg maar de laatste keuze die we zouden moeten maken, dat je die twee keer achter elkaar moet maken. Maar dat is dus niet zo. Alright. We did it. En I don't know waarom zeg maar deze twee bijlen die hier zijn gewoon vast liggen. En waarom die laatste dan wel alle kanten op beweegt. Maar, oh, dit is spannend. Dit komt niet uit Five Nights at Freddy's. Dit komt uit een Bandy game, geloof ik. Dit heeft niks te maken met Five Nights at Freddy's. In ieder geval, het is Balloon Boy. Hallo Balloon Boy, jij bent awesome. Ik weet alleen niet waar je pupillen zijn. Dat is een soort van eng. Maar dit zijn ballonnen en pizza's. Wat is lekkerder? Een ballon of een pizza? Ik heb geen idee wat ik zeg. 10% van de mensen haalt deze hobby. Wauw, nogmaals, dat is echt wel een uitdaging. Dus ik ben benieuwd in hoeverre wij die uitdaging gaan halen. We gaan naar beneden. En let's go! No way. Seriously. Hey, maar we hebben het wel een soort van gehaald, right? Ik bedoel, de teleporter die werkt niet. Maar dit zou wel het einde van de hobby zijn. Ah, come on. Wij moeten proberen uit het riool te ontsnappen. En ik zie dat het spel nog een beetje moet worden geladen. Oké. Ontsnappen uit het riool sounds amazing. En het ruikt niet zo. Amazing. Nevertheless, we gaan ons best doen. Het wordt waarschijnlijk een heus spektakel. We springen eerst... Oh, serious? Het is nu al gewoon lastig. Het is serieus nu al lastig. Oké, we springen over de afval heen. En ik heb eerlijk gezegd geen idee welke kant we specifiek op moeten. Oh, we moeten via de zijkant staan. We moeten toch via de zijkant? Waarom werkt het niet? Come on. Oké, wacht. We moeten hier een goede manier voor zien te... Dat is niet de goede manier waarover ik het had. Totaal niet zelfs. Oké, voorzichtig. Yes. 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 Oké. En dan naar de... Ah, wacht. Is het wat ik denk dat het is? Ja, ik denk dat ik het snap. Oké, luister. Ik denk dat ik hem door heb. We mogen dus... Dit is pas het begin van de hobby. Waarom is het nu al zo lastig? Oké, wacht. We moeten hier naar de overkant. Hier naar de overkant. En dan moeten we denk ik hierop. En ja. Alright. Dit is een lastige hobby tot nu. Oh nee. Dit ziet eruit als een soort van zuur. Wat wij absoluut niet mogen aanraken. Dus dat betekent gewoon niet. Oké, we mogen het niet aanraken. Even kijken. Oké, waarschijnlijk... Is er elke keer een laser waar we wel doorheen kunnen. En een laser waar wij niet doorheen kunnen. Dus dit is spannend. Mogen we hier doorheen? Wacht, wat? Oké, misschien is het verstandig om eerst even met de jonge man in gesprek... Ah, wacht. Ah, we moeten op de knoppen. Is dat alles? Moeten we gewoon zien...
Oké, we moeten op de knoppen drukken, maar alsnog moeten we de juiste keuze maken. Maar dat is niet de bedoeling dat we er gewoon doorheen lopen. Dus deze is goed. Deze is goed. En dan is deze goed. We made it! Oké, nou waarschijnlijk is hier weer een beetje hetzelfde idee. We moeten door de juiste gang helen. Waarom zijn er nu al zoveel meer keuzevragen? Het is wel lastig. Oké, het is serieus not easy. Hebben we hem gevonden? Is het deze? Ik denk dat het deze is. Want dit is namelijk de enige plek waar we niet afgaan. Maar we gaan even kijken wat deze jongeman zegt. Hij zegt, heb je hulp nodig? Ik zeg ja. Hij zegt, oh, kies de juiste deur. Maar dan zou het toch deze moeten zijn? Of is het misschien deze? Kan ook nog. Oh, het is deze. Oh, oké, luister. Ik moet zeggen, ik kan me best voorstellen dat dit een leuke hobby is. Maar zoveel meer keuzevragen. Nee. Like, seriously. Hè? Wacht, wat? Oh, nee. Ga je me nou serieus zeggen dat we ook nog de rechter kunnen nemen? We kunnen ook nog... Waarom, spel? Waarom? Is dit echt nodig? Is... Maar wat? Okay, misschien moeten we echt leren om met de jongeman even gewoon een praatje te maken. Dan gaat hij ons zeggen. Heb je hulp nodig? Ja. Hij zegt, kies de juiste brug. Maar... Oh, nee. Ik zag het helemaal verkeerd. Ik zag het letterlijk helemaal verkeerd. Oh, wat nou. Ik dacht dat we zeg maar over het roest heen moesten lopen. En niet over het groene. Maar het is juist het groene waar we overheen moeten kunnen. Dat had ik totaal niet verwacht. Een soort van... Ik denk dat het weer rechts is. Nee! Eerder dacht ik dat ook al! Oké, het is lastig. Ja, dat is iets is wat we kunnen concluderen. Dus het is de linker. Het is de rechter. En dan is het zeker de middelste. Het is de linker, de rechter, de linker! De middelste wordt niet gekozen! Waarom is het zo lastig? Kan iemand me vertellen waarom dit zo lastig is? Dus het is links. Dan is het rechts. En dan is het links. Am I right? Yes! Oké. We hebben het gehaald. En de grote vraag is... Oh, moeten we nu hier langs heen? Oké, eindelijk. Dit is gewoon weer even een ouderwets stukje hobby. En niet per se een meer keuzevraag. Er is niks mis mee, weet je. Meer keuzevragen kunnen juist ook heel erg leuk zijn. Waarom is er een beetje een hapering hier en daar? Dit ziet er trouwens uit als een soort van groene lava. Ik weet niet of jullie dat ook hebben wanneer jullie dit zien. Maar het ziet eruit als een... Dat is groene lava! Wat is dit? Waar zijn we gevallen? Oh. Schijnbaar konden we hier doorheen. Dus we moeten de rechter hebben. Alright. En oeh, dit ziet er lastig uit. Oeh, dit ziet er lastig uit. We hebben het gehaald. Nu moeten we over de soort van lichtgevende brug, als ik het zo kan noemen, heen lopen. En ervoor zorgen dat we niet naar beneden vallen. Voorzichtig en let's go. Alright. En let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. De checkpoint is daar. Kijk, ik denk dat we deze muur niet mogen aanraken als dit überhaupt een muur moet voorstellen. Zeg maar, oh, dit is heel lastig. Het is namelijk een soort van doolhof. Maar tegelijkertijd heb je... Oh, wat is dit? Is dit een glijbaan? Oh, dit, dit is... Wat? Oké, wacht even. Wat? Hoezo? Dat is echt super red. Oké, schijnbaar is dat... Seriously... Schijnbaar is dat een ding dat we gewoon out of nowhere zo naar beneden vallen of zo. Oké, dus wacht. Via hier moeten we denk ik op het toilet springen. Wauw! Dit is niet de makkelijkste hobby die ik tot nu toe heb gespeeld. Like, definitely not. We moeten sowieso wel eerst het toilet hebben. Dat is één ding wat zeker is. En dan vanaf hier... Hè? Wat is hier überhaupt de bedoeling van? I don't get it. Oké, wacht. Ik denk dat ik het een soort van wel door heb. Dat is via hier en dan... Ik weet het niet. Ik snap het niet. Deze hobby is serieus lastig. Het is een riool. Je zou zeggen dat dat niet zo'n hele moeilijke plek is om in... Wacht. Ah, wacht. Hè? Kunnen we met die doos praten? Wacht, misschien kunnen we naar de overkant. Nee, dat is het ook niet. Oké, dan kan ik me maar één ding bedenken. En dat is via het toilet. Hoe vreemd dat ook klinkt. Toch gewoon doorspringen. Dus via hier gewoon... Oh, wacht. Moeten we hier zijn? Nee. Wat? Kan iemand mij uitleggen wat we bedoelen? Oké, wacht. Het gaat lukken. Het gaat hoe dan ook lukken. Of moeten we juist terug? Is dat het misschien? Huh? Ja! Nee! Hoezo? Dat is oneerlijk. Ik weet niet wat het oneerlijk maakt, maar het is super oneerlijk. Of kunnen we juist... Ah, wacht. Misschien moeten we juist het toilet inspringen. Is dat het? Nee. Huh? Ja! Nee.
sprongen er overduidelijk. Oké, wacht. Nee, we moeten echt naar de overkant, denk ik. Nou, ik snap het niet. Ik heb serieus geen idee wat hier de bedoeling van is. Zeg maar, we kunnen wel een praatje maken met die doos daar. En die zegt, ik heb zonneschijn. Ik zeg, wat? Hij zegt, in een tas. Zonneschijn in een tas? Ik weet eerlijk gezegd niet wat hij daarmee bedoelt, maar... Ik denk dat we vastzitten, een soort van. Ik kan het nog één keer proberen. Huh. Nou, dit kan niet. Het is onmogelijk. En om deze video mee af te sluiten, nemen wij een kijkje bij een gigantische Pikachu. Die probeert iedereen op te eten. Dat is een ding. Pikachu die probeert iedereen op te eten. Dat is in dit spel niets nieuws. En oh nee. Oh nee. Dames en heren. Jongens en mij. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Het was een aparte video. Zeg maar, eerst speelden we een obby waarvan beweerd werd dat maar 10% van de mensen hem zou halen. Daarna speelden we een obby die helemaal niet haalt. Was. En nu worden we waarschijnlijk opgegeten door Pikachu. Adios.